Ik denk niet dat ik zo heel veel veranderd ben eigenlijk. Ik heb laatst nog een keer iets, een soort schoolboekje gevonden van toen ik inderdaad een jaar of 12 was. En toen moest iedereen opschrijven wat ze willen worden. En ik had zwerver opgeschreven. Dus dat denk ik wel redelijk klopte toen. Denk, als je nu terugkijkt, dan ben ik ook een soort zwerver geworden. Maar dan wel met een dak boven mijn hoofd. Maar... Nou, ik heb net een nieuwe film gemaakt, of geschoten eigenlijk, waar ik al een jaar of twee mee bezig ben. Hij gaat enerzijds over Chopin en Alexander de Grote. Het is in wezen een autobiografische film en ik haal hun verhalen er een beetje bij. En de structuur van de film is gebaseerd op een triathlon. Dus ik heb een triathlon gedaan. Dus dat is eerst 30 kilometer zwemmen, toen 1400 kilometer fietsen en daarna 300 kilometer hardlopen ongeveer. Ja, nu heb ik nog 3 maanden om in elkaar te plakken, zeg maar. Ik heb ook een huis in Finland, in het bos. En dat is gewoon een hele fijne plek om in je eentje te kunnen werken. Ik ben in die zin wel een workaholic. Ik ontspan ook door iets te doen, zeg maar. Op een gegeven moment toen maakte ik 2 films. Die ene film dat ik voor een ijsbreker uitloop. En die andere film dat ik 24 uur op de Noordpool sta. En dan zeg maar 1 dag niet meedraaide met de wereld. En dat was eigenlijk het werk. Daar waren we heel lang mee bezig geweest om het te plannen. Die andere die namen we eigenlijk min of meer op onderweg daar naartoe. Als een soort nu hier toch zijn film. Omdat ik ze eigenlijk op hetzelfde moment uitbracht, raakte die ondergesneeuwd, zeg maar. Zeker als je zo persoonlijk werkt als ik, dan moet je zeg maar op een bepaalde manier kunnen filteren welke dingen wel interessant zijn en niet. Je moet dingen gewoon abstraheren eigenlijk, totdat er echt een soort kern overblijft die gewoon eenvoudig is. Ik heb zelf de muziek geschreven. Ik vind muziek ook altijd een heel goed voorbeeld, omdat mensen die zijn echt alleen maar met emoties bezig. Maar eigenlijk doordat je, doordat je taal 12 noten is, wordt die zo abstract dat een hoop mensen zich daartoe kunnen verhouden. Dus ik denk dat in de beeldende kunst heb je niet die luxe dat je eigenlijk maar 12 noten hebt, maar je moet andere manieren zien te vinden om het abstract te maken. Het grappige is dat die Noordpoolfilm, toen ik hem gemaakt had, ik wilde de eerste prelude van Rachmaninoff onderspelen. Want tot die tijd had ik eigenlijk alleen maar soundtracks gebruikt van componisten die ik vroeger ook veel speelde. Die 19e eeuwse muziek is toch wel vrij verhalend eigenlijk. Dus dat ging helemaal niet samen. En toen 2 weken voor de opening besloot ik om zelf mijn eigen muziek te schrijven, wat iets was wat ik nog nooit had gedaan. En ik denk dat die eerste stap was voor mij heel belangrijk. Ook wel een moeilijke stap, denk ik. Nee, het komt misschien door mijn jeugd, maar ik heb een enorme hekel aan me. Ik speel eigenlijk alleen maar piano als ik in mijn eentje ben. Dat is ook een van de redenen dat ik eigenlijk films ben gaan maken. Omdat ik toen ik deed in het begin performances, maar ik had er zo'n hekel aan om die live te doen. Dat ik ze ben gaan filmen eigenlijk. Hè? Want dan heb je ze ook gewoon af. Dan kun je ze gewoon 100 keer laten zien en dan hoef je niet steeds opnieuw te doen. Nou, nummer 2, dat was eigenlijk mijn eerste film daar. Dat is altijd wel een dierbaar werk voor me geweest. Ook omdat dat eigenlijk het eerste werk was waar dingen op zijn plek vielen. En daardoor ook een soort basis is geworden voor al mijn andere werk tot nu toe dan. Nou, je moet ook wel uitkijken, denk ik, want ik denk dat zeker als je net begint met kunst maken, dan weet je eigenlijk niet precies wat je doet. En dan soms, als een werk er ineens wel aanslaat, dan moet je ook niet proberen te begrijpen waarom dat dan is, denk ik. Of je kunt het wel begrijpen, maar het is het gevaar, denk ik, dat je al in je werkproces gaat nadenken over waarom dit werk wel of niet zou kunnen werken, zeg maar. Ik denk dat het veel beter is om
om eigenlijk ideaal gezien geen idee te hebben waar je precies mee bezig bent. En dan op een gegeven moment is het af en dan schop je het net als een kind op een gegeven moment het huis uit. En dan mag hij zijn eigen leven gaan leiden, zeg maar. Maar daar heb je verder als kunstenaar niet zo heel veel meer mee te doen. Dit is mijn triathlonfiets die ik bij de laatste film heb gebruikt. En ook gewoon met triathlons. Nou, ik heb hem over laten spuiten en de laatste woorden van Chopin erin laten zetten. I don't feel the pain anymore.